Vorige week kon u in Miss Exclusive 2014 al zien hoe de dames arriveerden in het prachtige Nordic Home Park in mooi Zutendaal. De meisjes kregen er toen op ludieke wijze hun kamer toegewezen. In de namiddag werd een heuse teambuilding activiteit op poten gezet. Sport en spel, voor de conditie, maar ook en vooral om het groepsgevoel aan te scherpen. Na deze intense teambuilding verzamelen de meisjes in de chalet van organisator Ken. Daar maakt een bijzondere man zijn intrede. International coach Siegfried zal de meisjes immers enkele kneepjes van het vak bijbrengen. De reden dat ik dat nu doe, dat is dat zijn kleine details, maar die details die tellen vanaf het begin. Ja? Okay, dus je hebt een heel deel aan onder dat vakje. Voilà. En ik zal voor dat mijn show is. Ja. Mogen we het niet zien. Hè? Zijn maar kleine dingetjes, maar die tellen. In het begin dacht ik, oh, wat een strenge man. Die vroeg zo onmiddellijk ons juwelen en kledij en alles moest strak zitten. We hadden eigenlijk nog niet gehoord hoe of wat of wie ging komen. En ze hadden dan gezegd, het is een hele bekende coach eigenlijk voor ons klaar te stomen voor de catwalk. En hij was naar het schijnt heel streng en hij komt ook binnen zo van, hier ben ik. En hij had, ja, hij kreeg direct alle aandacht, alle meisjes waren direct stil. Want we hadden allemaal zoiets van, oei, wat gaat dat hier zijn? En ik had ook best wel schrik. Die vragen, waarom ben ik een zweep bij? Dat twee rechte lijnen. Als ik zeg een rechte lijn, dan bedoel ik een lijn. Niet dit. Dat, wij een beetje open alsjeblieft. Heel mooi. Nu. Ja, hij liet zien hoe we bijvoorbeeld op de catwalk moesten lopen. Dan had hij altijd zo'n bepaalde mimiek in zijn gezicht. Die ik dan probeerde na te doen en over te nemen, want het zal wel zijn hoe hij het zegt. En dat was zoiets van... Zo, met de lippen een beetje naar voren. Ja, en de manier waarop hij liep was echt, ja, die moesten we sowieso nadoen en moesten we echt kunnen op het einde van de dag. Ik was
gechoqueerd, omdat ik eigenlijk redelijk bang was wat ik moest verwachten. Dus ja, hij was redelijk streng, omdat we ook alles moesten afgeven. Ik moest ja mijn sjaal afgeven. Stop! Je ziet er daarvan allemaal naar voren. Als we een choreo maken, dan wil ik niet iedereen natuurlijk op zijn plaats moeten zitten. Ik wil op jullie kunnen rekenen. Ja? Oké, we lopen verder door. Let's go. Een strenge meneer. maar eigenlijk door de training heen zag je eigenlijk ook wel het verschil. Doordat ik langs de zijkant zat, zag ik het verschil dat de meisjes eigenlijk allemaal bereikt hebben in 2 of 3 uur tijd. En dat was echt wauw. Een heel serieuze blik in zijn ogen. Ik was in het begin wel een beetje geïntimideerd. Maar na een tijd zag ik ook wel in dat hij een aangenaam persoon is om mee samen te werken. Dus dat was allemaal in orde. Discipline is de basis van al hetgeen erop volgt. Dus als wij van in het begin heel duidelijk zijn tegen die meisjes waar zij naartoe moeten, wat zij moeten doen, dan kennen zij hun taak. Laat ons even duidelijk zijn, dit zijn missen, aspirant modellen die naar dat kroontje proberen te grijpen natuurlijk. En veel van die meisjes hebben een bepaalde levenservaring nog niet. Sommigen zijn redelijk jong, sommigen zijn ietsjes ouder. Maar ze hebben die levenservaring niet. En het mooie van een misverkiezing, zoals Miss Exclusief, dat is dat meisjes uiteraard buiten het feit dat ze supercoachings krijgen, teambuildings krijgen, modelcoaching krijgen, dingen zien die ze anders niet zien, ook een stuk levenservaring meekrijgen. Ze komen dus bij wijze van spreken volwassener uit een misverkiezing nadat men erin gaat. En dat is ook een deel van de opzet, denk ik, van Miss Exclusief, om de meisjes een meerwaarde te bieden. Ik heb de catwalk training mee kunnen volgen van de meisjes. Ik heb ze niet zelf meegedaan, maar ik heb wel alles kunnen volgen. En ik heb echt de evolutie gezien van de meisjes. Dus dat echt na die uren training een enorme evolutie. En ik ben fier op hun resultaten. Ze hebben denk ik een grens kunnen verleggen. Wel, ik had eigenlijk heel veel pijn, ja, aan mijn voetjes, ja. Maar na een tijd voelde ik dat gewoon niet meer. En vond ik het zo super tof om te leren lopen op de manier hoe dat jij met ons aanleerde. Ja, voor mij was pijn fijn, ja. Het was afzien. Het was heel hard afzien. Mijn voeten doen nog altijd pijn. Ja, 4 uur aan een stuk op hoge hakken lopen is niet evident. Siegfried vliegt er hard in. De vermoeidheid begint door te wegen en bij sommigen nemen de emoties de bovenhand. Ja, ik schrok daar wel van, dat er sommigen zo snel zich lieten gaan. Ja, ik voel ook wel emoties en ik heb ook wel aan dingen zitten denken. Maar ik ga dat niet zo rap laten zien. Ik vind ook, je moet dat niet direct beginnen wenen of zo. Allee, denk ik persoonlijk dan, ja.
Ja, de sessie was wel zwaar, want het duurde 4 uur. Mochten onze schoenen niet uit doen en we moesten met een maatbeker vol water op ons hoofd lopen. Ik ben ook heel erg nat geworden. Na de intense, meer dan 4 uur durende training worden alle dames 1 voor 1 op een jurygesprek verwacht. Alles lijkt heel vlot te verlopen, maar plots zit er een haar in de boter. Het is nu 4 uur 47. We hebben tot nu bezig geweest met de jurygesprekken. Alle meisjes zijn zo lang opgebleven. Ze zijn al meer dan 24 uur wakker. Eén meisje waren er problemen mee, die is niet komen opdagen. We gaan haar nu een bezoekje brengen op haar kamer om met haar een jurygesprek af te nemen. Wij komen nu een jurygesprek doen. Absoluut, we hadden nu verwittigd daarvoor dat je absoluut... En ik heb gedacht dat ik ziek ben en ik ga dat nu niet doen. Vind je dat miswaardig hoe dat je nu gedraagt? Ja, dat is een spijtig, maar als ik ziek ben, ben ik ziek. Amber, je bent wakker. Alle andere meisjes, die zijn ook wakker gebleven. Die hebben ook de moed gehad om dit allemaal te doen. Ja, maar die hebben ik dat ben ook ziek. Moeten doorstaan. Er zijn nog meisjes ziek. Ja. Zo ziek zijt je denk ik niet. Ja. Er zijn andere factoren die een rol spelen. We hebben een heel eerlijke communicatie gehad deze ochtend ook. Je kunt met ons alles bespreken. Je hebt het niet gedaan. Dit zijn de gevolgen. Ja, sorry, 6 uur is laat. Hé, meisje, je toon een beetje minder, hè? Ik ben hier toen. Ja, door de lange vermoeiende dag van de teambuilding. En dan ook die catwalk training. En ja, ik voelde me niet goed bij de catwalk training. Maar ja, ik wil gewoon blijven doordoen ook, omdat ja, ik krijg ook maar 1 keer zo'n kans. En ja, dan ben ik s'avonds, moest normaal zien op jurygesprek. Maar ja, ik heb gevraagd aan Ken of dat al, ja, ik voel me niet goed of dat ik in mijn bed moet blijven liggen. En ja, dan zijn er s'avonds een keer langs gekomen, zal ik maar zeggen. Dus ja. Slaaploze nacht. Enerzijds, ik vind het niet leuk om te doen. Zeker niet. Anderzijds, wij vertegenwoordigen hier 20 dames. Waarvan dat er 19 dames perfecte inzet hebben vertoond. Die allemaal dezelfde activiteiten hebben gedaan. Die blaren op de voeten hadden. Die gewoon kapot waren. Die ook hun lies verrokken hadden. En je hebt altijd zwakke schakels, maar correctheid heerst nog altijd boven alles bij mij. En ik vertegenwoordig dan liever de 19 dames die inzet vertonen, die hier om 4:30 met ons nog eigenlijk hun ding zaten te vertellen, hun voor de jury zaten te komen, terwijl er 1 iemand lag te slapen. En ik vind dat zwak. Uiteindelijk beslist de organisatie om Amber alsnog uit de competitie te zetten. Zand erover en case closed. Tot slot gaan de meisjes het zwembad in voor de laatste shoot van het weekend. We geven je graag nog het resultaat mee. Tot in de finale.
Oh,